ik zijn net wakker. Oh, Nala is nog niet helemaal wakker. En vandaag is het nog maandag. Ik ga vandaag... Oh, moet je uitrekken, Nala. Oppassen. Bij een oud leerling van me, dus dat vind ik wel leuk. En vanavond ga ik... buitensporten bij de sportschool. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hou jullie op de hoogte. En ik neem jullie weer lekker mee door de dag. Let's go, maandag. Gisteren heb Rick en ik boodschappen gedaan. Maar ik had mijn pinpas bij hem in zijn portemonnee gedaan. Omdat mijn zak heel de tijd open viel. Maar drie keer rennen waar mijn pinpas en mijn rijbewijs vandaag is. Bij Rick. Dus ik ga nu... illegaal de straat op, want je moet natuurlijk altijd je rijbewijs bij je hebben. Maar die heb ik nu niet. Top! Oké, kattenvoer halen als een malle. Daarna ga ik naar... misschien zit er geld trouwens in deze tas. Nee, zie je? Nee. Kattenvoer halen en dan ga ik als een malle oppassen. Dus let's go, haast. Oh, het is zo vervelend dat Ricardo mijn pinpas en mijn rijbewijs heeft. Maar ja, in ieder geval, ik moest even naar Aventuria. Ik heb wat speeltjes gehaald. En kattenvoer voor mijn vrouw, want die was op. Ik ga nu naar het pasadresje. En dan zie ik jullie later. Koppiekrouw. Koppiekrouw. Wat had ik goede ideeën. Ik ben net oppassen. En... we zijn in ons bedrijf, Poeldijk. Ik vergeet het altijd. Maar ze hebben een hele lange weg met allemaal dieren. Dus de papegaai die praat. Geitjes. Kippen, eenden. Noem maar op. Maar meneer fiets was een malle en ik mag rennen. Nou, één ding wat ik niet kan, was rennen. Dus wat een dag. Maar het is wel leuk. Ondanks dat ik net... ik denk drie kwartier achter elkaar gerend heb als een of andere bezetene. Omdat het kindje waar ik op moest oppassen in zijn broek had geplast. Dat het even een deeltje was. Was het echt super leuk. We hebben lekker geschilderd. Cupcakes versierd. Spelletjes gespeeld. Het was echt een ideaal kind om op te passen. Dat is ook wel eens fijn. Ik rij achter een of andere werkverkeer voertuig. Dat rijdt zo langzaam. Maar in ieder geval, het was... ah, waar gaat deze man heen, joh? Ja, ik ga al rijden. Ah, echt, soms jongens. Die man gaat de paal raken. Die maakt ongelukken. Oké. Okay. Oh, echt, rijd me hier alsjeblieft voorbij, want dit is een irritante man. Ik ben echt vreselijk in verkeer, maar als er iemand langzaam rijdt, terwijl je gewoon lekker volgens mag. Maar in ieder geval, het oppassen was echt een succes en heel erg leuk, dus ik heb lekker genoten. Kimberly is aan quarantaine. Haar stiefvader is 24 uur klachtenvrij en haar moeder ook. En ze is zelf negatief getest, dus dat houdt in dat ze weer naar buiten mag. En die moet morgen weer een hele week werken, dus die zei, zou ik eventjes nog wat spelletjes komen spelen. Dus die komt vanmiddag om nog wat spelletjes te spelen. Ik denk dat ze zo komt. Ik ben nu net thuis. Nu. Dus dat is fijn. Dan kan ik even thuis alles lekker neerzetten. Even 2 seconden zitten, want ik heb gewoon echt spierpijn in mijn benen van het rennen. Ik leek wel een of andere gek. Ik kan dus gewoon niet rennen en ik weet echt niet waaraan het lag. Op school had ik er ook al moeite mee. Als ik ren, ziet het er gewoon echt niet uit. Dus ja, we kunnen niet alles hebben, toch? Zo, ik ga naar huis. Ik ga Nana lekker knuffelen. Die zal weer blij zijn dat ik thuis ben. En even alles klaarzetten voor Kim. Geweest. Rick en ik hebben Mary at First Sight nog gekeken. En het is nu tijd om te sporten. Want ik zit bij de sportschool. Hier bij mij de hoek is precies 2 minuten lopen. En die hebben nu sinds kort een buiten.
ja, een soort van bootcampje of zo. Toen dacht ik, nou, dan ga ik dat maar een keertje doen. Want dan ben ik tenminste wat aan het doen. In plaats van dat ik alleen maar thuis op de bank zit en liften te worden, kan ik er nu wat aan doen. Dus sporten en dan spreek ik jullie later. Bij me als ik het licht aan ga doen, dan loopt ze altijd weg. Oh, wow. Het is vandaag alweer dinsdag. Denk uur. Vandaag is een Carl jarig. Die is alweer 26 geworden. En ja, dat gaan we vanavond samen vieren. Althans, we hebben het afgelopen weekend gevierd. En dat gaan we vanavond nog lekker vieren met een hapje lekker eten. Gisteren ben je dus nog geweest sporten. Ik was helemaal kapot, dus ik kon ook niet eens vervolgen. En daarna heb ik mijn gebaren challenge geleerd. En ben ik bezig met een driedaagse. Zo, ik kom echt niet meer voor. Ik ben gewoon niet wakker, jongens, sorry. En dan heb ik een driedaagse. Masterclass van maandag tot woensdag van Ginny. Die geeft tips en tricks voor online dingen voor social media als dansers zijnde. En ja, gewoon heel fijn. Dus dat. Ik ga vandaag een fotoshoot. 11 uur. Oh, sorry. In Dordrecht. En waarom is die nat? Geen idee, misschien heb ik gezweet. Gadver. Nou ja, een fotoshoot. Dan ga ik even lekker naar de dansschool, even lekker dansen. En dan vanavond gaan we lekker eten. Oh, I made it. Nou, een moeilijke opstart. Maar ik ben wakker. En ik ben er. Godzijdank. Ik heb nu een fotoshoot in Dordrecht. Die heb ik gebonden via Instagram. Dus dat is heel erg leuk. En daar ga ik nu heen. En nou, Rick belde me net al in een pauze. Die is helemaal happy met zijn birthday. Birthday mood. Dat is hartstikke fijn. Oh, ik moet jullie kijken of je het ziet. Maar Nana, gisteren echt vol mijn vinger gekrapt. Oh, dat voel je echt heel erg. Ach ja, ik ga nu naar Dordrecht. Dat is een klein half uurtje rijden. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat voor foto's zij maakt. Ik heb al wat voorbeelden gezien. En het zag er wel tof uit. Ja, en ik heb het natuurlijk gewonnen. Dus dat vind ik helemaal leuk. Dat eigenlijk. Ik ga lekker racen naar Dordrecht, jongens. Ik ben blij dat ik wat vroeger ben, want de fotograaf zelf is wat later. Maar daar kan ik nog even snel een warme chocomel halen. Aangezien ik echt niet echt heb ontbeten of zo. Ben heel erg benieuwd naar de foto's. Ik ben nu in Dordrecht. Eigenlijk echt nog nooit geweest waar ik nu ben. Dat is ook wel leuk. En we gaan het allemaal meemaken en zien. Ik ben heel erg benieuwd. Zo, fotoshoot gehad. Maar er stond een wind, jongens. Echt bizar. Woe. Ik ben er helemaal moe van. Nou, ik ga nu even naar de dansschool. Want drie kwartier rijden, dus dan even lekker trainen. Lekker op de dansschool. Dat is echt een lange autorit. Zo. Ik ben er ook een beetje moe van. Ja. Ik heb gisteren gesport, zoals jullie weten. En ik moet zeggen dat ik niet super veel spierpijn heb, maar ik heb dus echt mega last van mijn schenen. En ik heb een blessure gehad, springschenen, heet het, shin splint. Het zijn een soort mini breukjes in je schenen. Is het natuurlijk niet, maar dat zeggen ze. Maar dat doet zozeer met lopen en alles wat ik doe, dus dat is wel een beetje naar.
Ja, ik ga plassen en ik ga lekker aan de slag. Ik heb veel te doen vandaag. Het was fijn. Let's go self-practice. Jongens, en ik weet dat ik niet mag filmen tijdens het autorijden, maar ik kijk gewoon lekker vooruit en oké, deze auto mag wel stoppen. Die stopt, dat stopt. En mijn moeder belt. Oké, wacht even. Maar in ieder geval, ik mag waarschijnlijk volgende week weer buiten dansen. Nou, en dan ben ik echt een partijtje blij. Ik ga er even stilstaan. Als het goed is, komt Ricardo er zo aan. Oh, godzijdank, ik mag wel naar buiten als het goed is. Ik heb sperrups gehaald voor Rick bij Scrumpy, daar hebben we eten besteld. En dat gaan we zo lekker eten. En ik krijg ze cadeautjes terug, dus dat gaan we lekker doen. It's my birthday boy, Ricky. Oh. Ricky! Birthday boy! Oh, Rick was gelukkig blij, we hebben net lekker gegeten en heel even snel op bed gelegen. Niet heel lang. Want ik moet alweer lesgeven. Ik zit alweer klaar achter mijn laptop. Nala die nog gaat rondrennen. Ik heb nog 2 minuutjes en dan gaan wij lekker beginnen. En vanavond de persconferentie. En ik hoop zo dat we les mogen geven. Dus we gaan zien. Ja, Rutte is leuk vandaag. Happy, happy, happy. Nou, de komt hier jongens. 3 maart. Oh, die heb ik ook gemist. Maar wij mogen buiten dansen! Good morning, we leven om 7:30. Ik ben helemaal ready to go. Haar gedaan. Althans gedaan en de staart heel hard in mijn haar. En make-up zelfs. Ik heb vandaag echt een mega drukke dag. Ik weet nog niet hoe ik het ga overleven, maar dat komt goed. Ik heb om... Kijk hoor. Wacht, ik moet het goed zeggen. Van 9 tot 10 heb ik een gesprek. Dus daar moet ik straks heen. Dan heb ik van 11 tot 12, dus dan heb ik dus een uurtje de tijd om naar huis te komen, een Zoom-meeting. Samen met Valerie. Mijnzelfde naamgenootje, altijd leuk. Zij komt een privéles volgen. En dan heb ik 2 uurtjes pauze. Althans, 1 uur, want ik moet om 1 uur weer weg. Dan heb ik van 2 tot 4 een dans. Ja, soort marathonachtigje bij Marjolein met allemaal leuke activiteiten voor de kids. Dan heb ik 1 uur de tijd om van Lozuinen naar Monster te komen. Dan heb ik een female cursus en mijn douche orange tot, zoals kijken tot hoe laat. Tot 7:15. En dan heb ik 3 kwartier de tijd om naar huis te komen, want dan heb ik om 8 uur Ginny tot 9:45. Ja, ik heb dus eigenlijk een dag zonder pauzes. Maar hé, dat is leuk, want dan hebben we wat te doen. Ik heb trouwens voor vandaag een leuke vriend erbij. Welkom. Nee, het is geen koortslip, maar wat is... Ja, gewoon een visueel eter. Had ik me niet op voorbereid op deze ochtend. Maar hé, weet je, we kunnen niet altijd alles hebben, toch? Ik ben alweer echt de hele dag aan het racen. Heftig. En het is ook echt nog eens heel warm buiten. Ik ben net weer thuis geweest. En ik ga nu weer door, want het is vandaag dinsdag. Al zeg ik het zelf. Ik moet van 1... Nee, dat zeg ik niet goed. Van 2 tot ongeveer... Even nadenken hoor. Laat ik zeggen 7. Ja, van 1 tot 7 sta ik buiten. Dat is 6 uur lang, heftig. Maar het is hartstikke mooi weer, dus het komt helemaal goed uit. Dus we gaan even lekker dansen bij Like to Dance en bij Dance for You. Het weer is echt top buiten. Alleen mijn bukkel niet. Maar hey, weet je, we kunnen niet altijd 6 gooien. Ik ben nu op HDS in Den Haag. Want ik heb straks de buitenlesjes, wat ik al aangaf. En het is echt super, super, super lekker weer. Dus het kan gewoon lekker in een t-shirtje dansen straks. Zo mijn telefoon hebben neergelegd. Dus dat is echt top. Dus ik ga even kijken of iedereen al een beetje er is. Want ik ben lekker vroeg. En dan ga ik zomaar lekker TikToks lesgeven. Ik ben kapot. 2 uur lesgeven en het is zo warm. En mijn pukkel die komt alleen maar meer en meer uit.
op naar Debbie, want we moeten door. Zo lekker, jongens. Ik ben dus, wat ik al zeg, heel de dag aan het werk. Maar ik heb dus even een broodje haring gehaald. Echt, oh mijn hemel. Dit is lekker. Ik was er echt even aan toe. Laatst een hele lange dag overal heen te chasen. Echt, ik ben aan het rijden als een gek. Maar ja, dat hoort erbij. Ik ga lekker chappen. Ik ga lekker buiten het zonnetje zitten, denk ik. Want het is hartstikke mooi weer. Zie jullie later. En dat is fijn, want ik heb de afgelopen 3 dagen gewoon mijn wekker moeten zetten en er om 8 uur uit moeten. En Lala, ik denk dat ik het wel schrik, schat. Met je dikke staart. In ieder geval, ik moest er de afgelopen dagen dus echt vroeg uit. Want ik had werk en dat is fijn. Maar ik was zo blij dat ik vanochtend om 9 uur wakker werd en ik dacht, hey, geen wekker, maar ik heb wel gewoon lekker uitgeslapen. Zoals top. Ik heb gisteren nog een call gehad met Ginny. Was echt super fijn. En ik ben even snel de was aan het doen. Want ik moet rond. Ja, gelukkig valt het wel mee. 11:30. Nee, dat is niet waar. 11:00 moet ik weg. Want dan heb ik een privélesje. Dat heb ik vandaag. En dan vanmiddag heb ik mijn solo video opname. Vind ik altijd wel een beetje spannend. Een dansvideo. Ik ga jullie even neerzetten, want ik loop zo te chasen met jullie. Daar kan ik ondertussen de was doen. Ik heb dus een solo video van mezelf. Dat doe ik altijd 1 keer in zoveel tijd. Even een goede nieuwe dansvideo van mezelf. Maar ik heb dit keer best wel iets heel anders als normaal. Dus ik vind dat best wel weer spannend of het wel uitpakt. En of het überhaupt wel leuk is wat ik wil gaan doen en wat mijn plan is. Dus dat gaan we vanmiddag meemaken en zien. Ik laat mijn video's altijd filmen door de Leen, want de Leen is gewoon echt mega goed daarin. En die is super chill. Dat vind ik ook erg fijn. Ik ben benieuwd. Nou, jongens, ik ga er weer vandoor. Ik ga even snel de was doen en dan mag ik vliegen. Het is echt heerlijk weer. Ik kan daar echt niks anders over zeggen. Ik ga nu naar Anna voor de privéles. En dat doen we lekker thuis. Dit is een grote tuin. Dat komt eigenlijk wel mooi uit. En ik heb niet eens een jas aan, bedenk ik nu. Maar het is ook niet eens nodig. Ik wou wel vertellen, maar dat ga ik even in de auto doen. Wat ik wou vertellen is dat de Leen mijn video gaat filmen. Die heeft hem vorige keer ook gefilmd. Vorige keer heb ik Taxic opgenomen. Die zal ik wel even na deze video laten zien. En de Leen kan gewoon heel fijn werken. En die weet precies wat je wilt en hoe het moet. Dus dat is gewoon top. En het gaat lekker snel, niet te getreuzel. Gewoon lekker gas en tempo. Mijn make-up heb ik nog niet gedaan, zoals jullie zien. Maar dat komt omdat Anna al heel lang is met make-up. En die vindt dat heel erg leuk. Dus die zei vorige keer, mag ik een keer jouw make-up doen? Nou, toen zouden we dat gaan doen. Maar op een gegeven moment hadden we een dag geprikt. Sorry, ik om tussen even ruimte te maken voor mijn mentos. Altijd mentos in de kou. Mentos in de auto. Maar we hadden een dag geprikt voor make-up. Alleen, toen liep het weer uit en kwam er iets tussen. Dus dat gaan we nu dan lekker doen. Ik hoop dat ze die pukkel een beetje kan wegwerken op het beeld. Dat zou ik wel op de prijs stellen. Want hij is nog zeer aanwezig. Maar ja, je kan niet altijd alles hebben. Dus op naar Den Haag. Privélestijd en daarna lekker make-up tijd. En dit is hoe ik er nu uitzie. Helemaal verrot, maar echt voldaan. Het was zo leuk. En ik heb weer mijn video lekker opgenomen bij de Leen. En de Leen heeft gewoon heel veel geduld. En is echt super lief. En die vertelt precies hoe je alles moet doen. Dus ik ben echt mega benieuwd naar het eindresultaat. En als het goed is, krijg ik het vanavond al. En dan ga ik hem ook in de vlog stoppen. Want ik post hem zaterdag op mijn Instagram. En zondag wordt de vlog pas geüpload. Die ga ik er zeker in stoppen. En ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik. Ik hoop ook echt dat hij er goed uitziet. Want het was deze keer een ander idee als normaal. Normaal doe ik echt 1 choreo en dan film ik hem leuk en dan that's it.
Maar ik heb over deze choreo, om het even zo te zeggen, best wel nagedacht. In plaats van alleen maar urban, heb ik ook een stukje commercial heels en... Ik vergeet wat. Commercial heels jazz, met sprongen en draaien en benen. Dus dat is zeg maar wat ik nu heb gedaan en ik hoop dat die echt perfect is. Dus we gaan het zien. En ik ben echt super excited. Dus... We leven momenteel om 9:15 en ik was om 9:00 alweer wakker. Toen kwam Nana alweer lekker bij me liggen. En ik heb echt top geslapen. Mijn filmpje van Delaine, die ik gisteren heb opgenomen, die is klaar. Zo Nana, heb je gepoept meid? Ik ruik je. Boe. En hij is echt super tof geworden en ik ga hem morgen om 12:00 posten op Instagram. Dus voor jullie staat hij er al op. En ik zal hem ook nog eventjes in deze video zetten. Dat is wel grappig, want dan kunnen jullie zo wachten voor. Leuk Nala, mijn hemel. Gatsie. Dan kunnen jullie hem zien hoe mijn eerste solo video was en mijn tweede. Mijn tweede is natuurlijk veel beter dan mijn eerste. Al zeg ik het zelf. Dus dat is erg fijn. En ik ga nu naar mijn moeder toe. Ik heb gisteren voor de rest ook niet echt maar afgesloten, maar we hebben eigenlijk niks bijzonders gedaan, Rick en ik. Dus dat. Nee, ik ga vandaag naar mijn moeder. En eventjes lekker gezellig langs. Vanavond een keer geen small group les. Omdat ik zoiets had van, weet je, het wordt anders zoveel. En mensen die worden al overladen met dingen. Dus ik dacht, nou, vandaag eventjes niet. Maar volgende week dan weer wel. Dus volgende week gaat het door, deze week lekker even niet. Dus het is eigenlijk echt alleen maar naar mijn mama toe. En dan ben ik al klaar, maar dat gaan we natuurlijk mee doen. Ik zit te kijken om eventjes boodschappen te doen. Dat is erg belangrijk. En ik wilde eigenlijk kijken of ik naar de macro kon. Een beetje mijn wangen uitvegen. Ik heb een hele grote veeg hier. Ja. Zo. Nee, ik wilde eigenlijk misschien eventjes naar de macro. Omdat ze daar altijd echt van die topspullen hebben. En je hebt nu zo'n Lumispa, dat is zo'n ding voor je gezicht. Om te reinigen, zeg maar. En die dingen kosten gewoon 200 euro. 100 tot 200 euro. En ik was gisteren bij Anna en die had hem ook. Toen zei ze, ja, van de macro, 30 euro. Toen zei ik, ben je nou serieus? Toen zei ja, toen dacht ik, oh, nou ja, als het hetzelfde resultaat geeft, waarom niet, weet je? Want het leven is al duur genoeg. Op dit moment. Dus waarom niet? Dus misschien even naar de macro. En anders heb ik thuis nog wel wat te doen. Dus dat. En we hadden weer een bestelling voor Cheetos. Dus die heb ik ook even gedaan. En ik ben aan het kijken om een website op te starten voor Cheetos. Dus die komt binnenkort als het goed is ook. Nou, ik ga lekker naar mama toe. Of eerst naar de shopper. Want ik heb lekker een sopje besteld. Ik heb iets wat ik op de bus moet doen. Een pakketje. Kijk jongens, en deze tas is van Cheetos. Hoe leuk is die? Nou, ik ga jullie spreken. Jumbo geweest en die zei dat er allemaal kortingsdingen waren, dus goedkope boodschappen, dat is altijd fijn als je bij jezelf woont. En op een gegeven moment zegt ze, ze hebben ook haring en ik vind haring echt lekker, ik hou van vis. En het was maar 1 euro, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dus mijn moeder zei, je moet het ook aan Nala geven, die vindt het ook wel lekker. Nou, en ze geniet ervan, dus. Nou, ik ben nu lekker thuis, ik ga heel eventjes al mijn dingetjes doen, ik had een pakketje op de bus net gedaan. En even thuiswerken, even eten, thuiswerken. En we gaan. Rick en ik hebben lekker gegeten. Even aan mijn lievelingsdrinken, dit vind ik zo lekker. Better water. Top. En we hebben eigenlijk een heel rustig avondje, dus ik ga de vlog lekker afsluiten. Dankjewel voor het kijken.
Vergeet niet te abonneren en te liken, want ik zit nu over de 100 abonnees op naar de 200. En ik zie jullie volgende week weer, jongens. Dankjewel voor het kijken.